ben Brenda van Woon en ik ga zo op bezoek bij Diana Wyatt in de Johannes van der Waalstraat. Zij zal vertellen hoe zij het toch voor elkaar kreeg dat het complex voor enkele bewoners dubbel glas kreeg, terwijl de verhuurder niet wilde meewerken. In de woning zat heel dun enkel glas en ik had hele hoge stookkosten. Ik vroeg wonen bij in medio 2014. We hadden een inloopspreekuur 's avonds en daar ben ik toen naartoe gegaan. En toen heb ik mijn vraag neergelegd dat ik graag dubbel glas wilde in de woning en dat de huiseigenaar dat niet wilde. En dat ik graag hulp wilde om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dan was inderdaad bij ons langsgekomen en vertelde dat zij dubbel glas wilde. En dat er ook een aantal buren waren die dat ook wilden. Nou, en Diana was al heel actief, dus ze had al een aantal offertes opgevraagd bij glaszetters. En op basis van die offertes hebben wij dan berekend wat dan de maximale huurverhoging is die een verhuurder mag vragen. En dan kwamen we uit op €23 per maand. Vervolgens dat aan de verhuurder voorgelegd. Die wilde dat niet doen voor de zittende bewoners. Dus toen hebben we via het Emiel Blauw Proceskostenfonds een advocaat bij dit proces betrokken. En eigenlijk na de bemiddeling van de advocaat ging eigenlijk de verhuurder redelijk snel van stag en akkoord met een huurverhoging van €23 per maand. Ja. Ik kom uiteindelijk wel tot een berekening dat ik zo'n tussen de €40 en de €50 aan gas per maand bespaar. Daarvan afgehaald natuurlijk de verhoging die ik heb moeten betalen. Zit je zo ongeveer op een besparing van €25 per maand. Dus op jaarbasis zoiets van €300. Fantastisch. En dat vond ik ook wel heel erg veel. Ja, het huis is echt een stuk comfortabeler geworden. Wil jij ook graag dubbel glas in jouw huurcomplex en kun je daar hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met Woon.